Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo Vaku Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Hier op Vaku Games. En jongens, aan het begin van deze aflevering heb ik een uitdaging voor jullie. Kunnen wij vandaag met elkaar de 2000 likes op deze video halen? Want ik ga namelijk vandaag proberen om een goal te halen in deze aflevering die ik nog nooit in deze hele prison heb uitgevoerd. Sterker nog, die ik nog nooit in welke prison dan ook heb uitgevoerd. Simpelweg omdat ik het nog nooit gehaald heb. Wat wil ik gaan doen vandaag met jullie? Ik wil gaan proberen om uiteindelijk alle achievements, en laten we eerlijk zijn, het zijn uiteindelijk gewoon achievements, alle subsidies helemaal uit te voeren. Dat betekent dat wij moeten gaan bouwen naar cellenblok E. Cellenblok E, dat betekent dat we 500 gevangenen in onze prison moeten hebben. Nou, dat gaat waarschijnlijk heel erg moeilijk worden, want zoveel ruimte hebben we niet meer. Maar we kunnen het wel proberen. We krijgen natuurlijk ook nog eens een keertje een voorschot van 10.000. Dat is altijd mooi meegenomen. En als we dat voltooien, ook nog eens een keertje 20.000. Hops, een vlot hartstikke idee. Dat is alweer een tijdje geleden dat we een subsidie gedaan hebben. Simpelweg omdat ze allemaal ondertussen alles een beetje uitgespeeld zijn. Want ik dacht namelijk, hier beneden, kijk eens eventjes, hier is allemaal nog ruimte die we kunnen gaan omtoveren tot een of andere gevangenisruimte. Ik bedoel, waarom niet? We hebben er ruimte voor, dus laten we het gewoon gaan gebruiken. Dan kunnen we bijvoorbeeld deze... Even kijken, want dan kunnen we dit hier bijvoorbeeld weghalen. Even deze muren moeten dan weg, zo. Hoppakee. Dan kunnen we hier, dat gaan we eventjes natuurlijk tekenen met de blauw drukken. Want dan houden we het wel gescheiden. Ik vind het namelijk wel fijn om ervoor te zorgen dat deze cellenblokken zoveel mogelijk gescheiden zijn van elkaar. Hier moeten we dan sowieso een cellenblok tegenover bouwen. Dus dan moeten we zo, zo en zo. Of is dit cellenblokje nou één kleiner? Dit is 3. Deze is 3. Dan komt hier de deur. Ja, dan moet deze zo. Want ik wil wel dat ze gelijk zijn. Als ze niet gelijk zijn, dan kan ik niet slapen vannacht, hè. Jullie kennen mij ook ondertussen een beetje. Dan gaat deze dan zo. Dit gaat dan hierheen. Dit wordt een pad natuurlijk. Want dat pad gaat uiteraard gewoon zo vrolijk verder. Dan komt er een pad tussendoor te liggen. Van 3 breed. En dan gaan ze hier weer verder. Dus hier komen dan muren. Helemaal door tot boven. Het is een beetje onmoeilijk tekenen, omdat er natuurlijk sneeuw ligt vandaag. Jullie snappen wat ik bedoel waarschijnlijk. Hoe gaan we dit nou doen? Deze dan zo. Zo. Dit zouden ze moeten worden. Gewoon redelijk kleine celletjes. Want ik ga natuurlijk niet nou in één keer hele grote cellen bouwen. Hè? Dat slaat helemaal nergens op. Ze hebben al die tijd hebben ze gewoon keurig in dit kleine celletjes gehad. Nou, dan zullen ze dat ook gewoon deze keer wel weer helemaal moeten doen. Flop, 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 flop. En dan komt het perfect uit. Alsof we het van tevoren al een keertje eerder gedaan hebben. Deze zo. Want hier komt dan een ander cellenrijtje om dit cellenblok ook compleet te maken. Man, het wordt mooi. Het wordt helemaal geweldig. Het wordt helemaal cool. Het wordt helemaal awesome. Zo. Hier moet dan een muur. Hier komt dan de gang. Dus hier, hier, hier. Is breder. Ik zit 4 breed. Ik moet 3 breed. Zo. Hop. Yes, got it. Dan komt hij zo. Nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar wat ik nou te vertellen ben. Ik zit allemaal bomme dingen te lullen. Hier moet hij dan zo komen. En hier moet dan de weg komen. Zo. Bam. Oh, niet. Nee. Dan breekt ik hem ook weer eentje uit. Want we moeten ze 2 breed doen. Wacht, maar er moet er nog eentje bij. Nou, dus dan komt het niet mooi uit. Dan schetten we allemaal scheve dingen te doen. Hier komt dan een pad. Zo. Hoppakee, dan moet hier 3 breed. Deze zo naar boven. Got him. Zo moet hij dan worden. Hoppakee. En dan is dit ook meteen hetzelfde blok wat dan even groot is als dit. Dus dan hebben we deze 2 met een pad ertussen. Deze met een pad ertussen. Ja, dan heb ik 3 dezelfde cellenblokken. Toch? Of ben ik nou heel scheef aan het denken? Volgens mij gaat dit goed hoor, zo. Volgens mij is dit de bedoeling. Laten we het eventjes helemaal uittekenen, just om zeker te zijn. Hoppatee. Cellenblok van 2 breed. Nee, daar klopt geen reet van. Wat ben ik nou aan het doen? Dit slaat helemaal nergens op. Even kijken. 1 cellenblok, dat is deze. Dan een pad, dat is deze. Dan 2 cellen, dat is deze. En dan een weggetje. Dus hier moet een weg komen.
Deze moet weg. Letterlijk en figuurlijk. Hoppakee, deze gaat dan zo naar boven. En dan worden deze muren worden zo. Dit zou moeten zijn. Dit zou het derde pad moeten zijn. Dit is hem. We gaan het gewoon zo doen. Als het niet zo is, dan hebben we gewoon pech hoor. Dan had ik maar gewoon beter mijn best moeten doen vandaag. Komt u maar hier. Beton. Hoppatee. Stort maar vol. 12.500. Bomen moeten opbokken. Maar so be it. Het is wel makkelijk als je in dit cellenblok zit. Dan kan je zo oversteken naar de kantine. Dat is super fijn voor de gevangenen die daar zitten. Maar ze vinden het sowieso heel fijn om deze gevangenen zo te zien. Want ze zijn al een tijdje niet meer aan het rellen. Hé, wacht eens eventjes. Ik had 2 te dood veroordeelde gevangenen. Nou heb ik er nog maar 1. Ja zeg, jongen, het is niet de bedoeling dat ze me te dood veroordeelde gevangenen vrij gaan laten. Die gevangenen moeten op de elektrische stoel. Die moeten niet vrijgelaten worden, dat is niet de bedoeling. Hoe kan ik nou mensen executeren als ik geen te dood veroordeelde gevangenen heb? Kan ik trouwens gevangenen zelf ook op de doodstraf geven? Wacht even. Kan dat? Jij bijvoorbeeld. Nee, ik kan hem niet de doodstraf geven, dat is een beetje lullig. Maar dat is wel veel vervelend van John Briney. Op zich ook wel terecht. Nou hoop ik dat ik deze gevangenen wel kan executeren, want dat zijn altijd toffe video's. Waarin ik dingen mag executeren, dat is altijd baas. Dat is altijd super cool, lachen, efficiënt en baas. Daar houden we van. En jullie vinden dat soort video's ook altijd leuk. Want gek genoeg halen dat soort video's altijd de meeste likes. Video's waarin gevangenen doodgaan, vinden jullie geweldig. Ik weet niet waarom dat zo is. Ik vind dat persoonlijk best wel zielig voor de gevangenen. Maar ja, als jullie ze tof vinden, laat maar eens even weten. Laat het trouwens eens eventjes weten, jongens, in de reacties. Wat vind jij de tofste soort video's van Prison Architect? Vind je escape mode leuk? Vind je het bouwen leuk? Vind je gevangenen executeren leuk? Vind je de livestreams leuk? Laat het eens even weten. Dan kan ik eens even kijken wat ik de komende tijd ga doen met Prison Architect. Want we hebben natuurlijk de komende tijd nog best wel een heleboel te doen. En uiteraard gaan we naar deze prison gewoon weer een nieuwe prison bouwen. Zo zijn we er ook alweer. Is dit helemaal goed afgebouwd, jongens? Volgens mij wel, hè? Volgens mij wel. Dan kunnen we nu zo meteen deze muur doorbreken. Want dan kan ik eens eventjes kijken wat jullie dan graag willen zien. Als jullie bijvoorbeeld meer van een bepaald soort video willen zien. Ja, dan kan ik die natuurlijk gewoon doen. Dan kan ik gewoon proberen om dat soort video's meer te uploaden en andere dingen wat minder. Dat is allemaal best wel mogelijk, maar dat kan alleen als ik dingen weet van jullie, hè. Hopse flots. Here we are. Mooi nieuw gedeelte. Schitterend. Wat een schitterend gedeelte. Dan moeten we natuurlijk ook de stroom er naartoe trekken. Hebben we nog voldoende stroom op dit ding of niet? Oh, jawel. Die kan nog wel een paar cellenblokjes mee. Deze doen we dan eventjes hier. Deze gaat hier naar boven. Deze gaat hier, deze gaat daar naar boven. Want eerst eens eventjes de infrastructuur aanleggen. Dat is het belangrijkste. Anders hebben ze zometeen te weinig water of te weinig stroom. En dan gaan ze daarvoor overlopen miepen. Dat moeten we allemaal niet willen. Wat we wel willen, is natuurlijk extra cellenblokken. Het is gewoon helemaal scheef hoe het gebouw. Oh nee, wacht. Deze moet natuurlijk die kant op wijzen. Stom. Oké, got it. Dan moeten we muren hebben. Waar zijn de muren? De muren zijn uiteraard op dezelfde plek waar ze de afgelopen 185 afleveringen ook geweest zijn. Hoppakee, deze gaan naar boven. Zo, zo, zo. Laten we eerst dit cellenrijtje maar eens afmaken. Dan hebben de werkmannetjes er waarschijnlijk al druk genoeg mee. Zo, zo. Dan moeten we ze uiteraard ook inrichten, maar we zullen dus wel eerst een deur erin moeten doen. Dan hebben we wel een probleem. Ah. Oh. Ashby is ziek. En dan moet hij kotsen. Ah, dat is zielig. Ashby, als je je ziek voelt, ga je maar lekker naar de ziekenboer doen. Ga maar eventjes een pilletje halen met die lekkere zuster of zo. Zo, dan moeten er natuurlijk ook bedden in. Om lekker te kunnen tukken. Lekker te kunnen genieten van deze heerlijk luxueuze hotelkamers. Zo, zo. Een afvoerputje. Om lekker vanuit je bed je penis in te kunnen leggen. Zodat je lekker vanuit je bed kan piezen. Moeilijk gebeuren. Dan een douchekop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een wc, uiteraard. Waar is de wc? Daar is de wc. Hop. Staat hij op de goede plek? Ja, staat op de goede plek. Ik wil de wc op de juiste plek neergooien. Als het is, het zo meteen scheef. En dan, jullie kennen mij. Dan ga ik niet slapen vannacht. Als dat niet gebeurt, dan gaat het gewoon niet lukken. Oké, werkmannetjes. Het zou zeer gewaardeerd worden als jullie ook een beetje doorwerken. Krijgen we misschien nog af vandaag. Muur slopen. Hoppakee. Die deur moet uiteraard ook weg. Die deur is echt zeer nutteloos op dit moment. Maak dit dan ook meteen maar eventjes mooi. Als je toch bezig bent. Hoppakee. Hoeveel geld hebben we trouwens? 38.000. Oh, daar komen we voorlopig wel eventjes nieuw het mee hoor. Dat gaat helemaal goed komen.
We zitten trouwens ook ondertussen al op 71% van de capaciteit van 500 gevangenen. Dat is best wel veel. We zitten al op 350. Dit is namelijk officieel de grootste gevangenis die ik ooit in heel Prison Architect gebouwd heb. En jullie waren er getuigen van, jongens. Alsof het een of andere soort achievement is. Maar ik ben er best wel trots op. Op deze gevangenis. Ik vind dat we het mooi gedaan hebben met elkaar. Ik ben er oprecht heel blij mee. Zo. Deze er recht naar beneden natuurlijk. Hoppatee. Deze ook. Waaruit kijken ze hier niet gaan graven. Dat doen ze nog best wel vaak. Deze zo. Hierop aansluiten. Het is niet efficiënt hoe ik het nu doe, jongens. Maar we hebben toch geld zat. Dus wat boeit het? 1 sterfgeval vandaag. Yo, gezellig. Er is weer eens een keer een dooie. Het zal ook eens een keertje niet zo zijn. Ik ga me niet eens mee bemoeien. Het boeit me niet als ze elkaar doodmaken. Joh, lekker doen. Zolang je mij maar laat leven. Zolang je de directeur niet aanvalt. Ga je gang. Kill maar wie je wilt. Het boeit me oprecht helemaal niks meer. Aansluiten die toko, jongens. Hoppakee. Het is een beetje vervelend dat nou elke keer de directeur of de bewakers de deur open moeten doen. Maar ja, die muren lagen er al. Als moet ik zo meteen een hele muur weggelopen hakken en dan die muur weer terug gelopen zetten. Dat is natuurlijk helemaal niet efficiënt. Weet je wat wel efficiënt is? Thee drinken en tegelijkertijd opnemen. Dat is echt super ideaal. Dan heb je namelijk 2 toffe dingen. En opnemen en thee drinken. Samen gecombineerd. Ah, lekker. Thee is baas. Ik heb tegenwoordig Winter Glow thee. Dat is best wel lekker. Normaal gesproken heb ik altijd aardbeien thee, maar deze keer heb ik Winter Glow. Dat bevalt eigenlijk best wel heel erg goed. Dus weer eens een keertje wat anders. Afwisseling van spijs doet eten, zeggen ze dan toch? Eén gevangene die binnenkort vrijkomt. En 58 gevangenen die binnenkort aan aanmerking komen. Dus moeten we even rekenen. 58 keer 3000. Dat is bijna 170.000. Dat is best wel heel erg veel. 170.000 keiharde euroknakies die we kunnen gaan inzetten. Ondertussen kunnen we dit omvormen tot cellen. Zo, wat is er zelfs helemaal klaar. Tenminste voor een groot gedeelte. Dan gaat het allemaal hartstikke lekker. Die zijn keurig netjes ingericht. Nou, deze nog, want er moet natuurlijk toch een bed in komen te staan. Weer een celletje klaar. Dan is dit cel 368. En dan kunnen we ons gaan richten op dit. En dit gedeelte moet ook gebouwd worden. Let's do that. Betonnen muur. Hoppakee. En deze keer gaan we natuurlijk de deuren er pas op het allerlaatste moment in gooien, hè. Dan krijgen we weer van die retard bouwmannetjes die zichzelf opsluiten. Zo dom, dan zetten ze er een deur in, maar dan hebben ze niet de sleutel van de deur die ze er net hebben ingezet. Like, why? Al vind ik het sowieso wel vreemd waar de sleutels in deze hele gevangenis rondslingeren. Want de directeur heeft bijvoorbeeld dus ook geen sleutel op zak. Het hoofd van de beveiliging heeft geen sleutel. Nee, natuurlijk niet. Waar zouden wij een sleutel voor nodig hebben? We zitten toch in een gevangenis, dan heb je toch helemaal geen sleutel nodig? Want alle deuren staan daar wagenwijd open, toch? Hm? Ja, echt wel. Deze gaat helemaal hier naartoe. Zo. En dan tekenen we lekker de andere hokjes erin. Dan hoop ik dat we het toch een beetje voor elkaar krijgen om die gevangenen daar binnenkort te onderdrukken, jongens. Maar dit wordt best wel moeilijk, denk ik. Om al deze gevangenen rustig te houden. Zo, zo. Ik heb helemaal geen ervaring met zoveel gevangenen in één prison. Al denk ik wel dat het goed komt, hoor. Want we hebben natuurlijk nu net een grote nieuwe kantine gebouwd. Waar voldoende ruimte is voor alle evil gevangenen des doods. Dus alle gevangenen kunnen hier lekker chillen. Alle gevangenen kunnen hier lekker eten. Dus op zich moet het wel lukken. Zullen we trouwens even extra personeel aannemen? Extra schoonmakertjes. Hoppakee, want mijn prison is de hele tijd super smerig. En dat is niet de bedoeling. We willen een schone prison. Want een schone prison zorgt voor schone gevangenen. Schone gevangenen zijn rustig. En rustige gevangenen zijn awesome. Zie je wel, zo hangt alles samen. Het moet gewoon netjes schoon en hygiënisch zijn. In mijn prison G. Oké, jongens, bouwen! Werkmannetjes aan de bak. Hoppatee. Laatste paar dingetjes nog. Dank u. Hé, waarom laten jullie hier dit stukje muur dan niet door? Jongens, 1 stukje muur nog. Come on. Ze gaan allemaal naar huis. Ze gaan nog pauze houden. Jongens, ik weet dat het maandag is, maar doe even dit afmaken, please. Gewoon 1 stukje beton erbij. Gewoon even om mij blij te maken. Voorwerpen. Let's richt in. Bed. Bed. Bed, 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 bed. Allemaal bedjes overal, G. Dan stijgt de capaciteit toch best wel weer lekker. Hoppakee. Dan gaan we binnenkort, en misschien dat we dat morgen zelfs wel gaan doen. Boven, de andere kant, gaan we ook uitbreiden. Want hier moeten we natuurlijk ook nog een heel ding bijbouwen.
Dan kunnen we daar een kamer bouwen, of een ruimte bouwen, een slaapzaal bijvoorbeeld. Voor de evil gevangenen des doods. Voor de zeer zwaar beveiligde gevangenen. En daar hebben we er best wel veel van, dus we moeten ze echt proberen ze goed onder de duim te houden. Laten we dat morgen doen. Dan weten jullie meteen wat we morgen uit gaan voeren. Dan heb ik gewoon eens een keer een plan in Prison Architect. Hoe mooi is dat? Dat gebeurt ook niet elke dag. Dat ik een plan heb in deze game. Laten we dat vieren met champagne. Oh, oh, oh. En een polonaise. Geef me allemaal dit. Dan douchekoppen natuurlijk er nog boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is wel mooi. Want dat betekent dat we per rij, per cellenblok, 20 gevangenen erbij kunnen krijgen. Dit zijn er sowieso 30. Dus dan zitten we straks op 398 capaciteit. Dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk 398 gevangenen zijn. Maar de capaciteit is er wel. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Oh, nee, niet daar. Daar. En het bed moet hier. Zo, dat ging eigenlijk een beetje mis. Douchekop erin. Douche, douche. Alleen nog de wc. Om lekker te kunnen pjoepen 's ochtends. Hoppatee, de spetterpoep moet ergens in kwijt. Hoppata, daar. Allemaal in. Nou, lekker poepen, jongens. Hoppakee, gezellig. Snap je? Gezellig. Ze kunnen poepen in de cel. Ah, is gezellig. Bam. Oké, keurig. Dan, nu, water. Want eerst water en de rest komt later, zeggen we dan, hè. Hoppakee, gewoon puur omdat ik lui ben. Deze ook natuurlijk. Zo. Die sluiten we hierop aan. Douche ligt daarnaast. Dus hoppakee. Oversteken een keertje, zodat we de waterdruk ook daadwerkelijk behouden. Bam. Werkmannetjes, aan de slag. Kijk eens even aan, jongens. Dan kan ik gewoon thee drinken terwijl de werkmannetjes hard aan het werk zijn. Wordt iemand aangevallen. Care. Mmm. Thee is lekker. Thee is awesome. Thee is baas. Inrichten, jongens. Hoppatee met die toko. Oké, er is er eentje ongesteld geworden. Oh, no. Jij, met je snor. Sla gevangenen op in ziekenhuisbed. Een gevangene is geen opslagmateriaal. Kisten zet je in een opslaghok. Gevangenen niet. Alhoewel. Cellen zijn eigenlijk gewoon een soort van opslaghok voor gevangenen. Laten we daar gewoon op houden. Dat is wel heel erg tof. Wacht eens eventjes. Ik zie dat wij hierboven nog een muur hebben staan die er helemaal niet moet. Dat zorgt ervoor dat de werkmannetjes onnodig aan het overlopen zijn. Dus deze moet open. Deze moet open. Oh nee, deze moet niet open. Oh, twee sterren gevallen. Gezellig. Wie nou weer? Alleen maar omdat het eten niet lekker is. Alexander Taylor, come on. Wat had je dan verwacht? 6 gangen menu. Het is potverdorie je gevangenis. Aan het werk, jongens. Ik ga ook extra bouwvlakjes erbij zetten. Hoppakee, meer werkmannetjes. Want ik ben lui en ik heb geen zin om daar uren op te moeten wachten. Het duurt allemaal al zo ontzettend lang. We kunnen deze ook nog wel eventjes bij. Oh, hier moet trouwens een deur komen, zie ik net. Hier moet een deur, daar moet een deur. Maar dat moet natuurlijk wel een afgesloten cellenblok worden, hè. Waar de gevangenen binnen blijven. Zo. Ah, zie je wel, dan had ik hier toch eentje naast moeten bouwen. Morgen. Alles op zijn tijd, jongens. Doen we morgen wel. Wie dan leeft, wie dan zorgt, hè. Cellenblok, cellenblok, deurtje erbij. Metaaldetector natuurlijk, om de boel lekker veilig te houden. Bam en bam. Ik hoop dat die stroom dat houdt. Dat hoop ik echt, want ik weet eigenlijk niet of dat die stroomcapaciteit nog heel erg veel is. Ik denk eigenlijk dat die bijna op knappen staat. Dan moeten we gewoon onze 6e stroomsysteem aan gaan leggen. Geef het je te doen. Dat is best wel een hele klus. Kom jongens, laatste paar dingetjes nog. Daar ben ik ook super happy. Maar Vacuum Gamers, ik zou ook super happy zijn. Natuurlijk, uiteraard. Als jullie deze aflevering nog even een like geven. Laten we proberen, zoals ik ook helemaal aan het begin van deze video zei. Of dat we met elkaar vandaag 2000 likes zouden kunnen tikken. Denk het wel, moet lukken, hebben we eerder gehaald. Dus waarom zouden we dat niet nog een keer kunnen? Ik ga morgen verder met dit inrichten. Sowieso komt hier natuurlijk nog een extra rijtje naast. En dan, als dat af is, kunnen we hierboven gaan beginnen met een extra cellenblok. Voor zeer zwaar beveiligde gevangenen. Hopelijk zien jullie er morgen ook weer bij. Maar voor nu... Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en hopelijk jongens, tot morgen. Mazzel!